Hemel gaat over een meisje, Hemel genaamd, die opgevoed is door haar vader. Haar moeder is overleden toen zij een babytje was. En in 8 hoofdstukken volgen we haar in de film, stukjes uit haar leven. En moet ze eigenlijk afscheid nemen van de symbiotische relatie die ze met haar vader heeft. Ik denk dat ik het zo het beste uit kan leggen. Ja, misschien mis je een belangrijk element, namelijk ze is nogal veel op zoek naar seks. Ze is zelfs de tegenhanger, de vrouwelijke tegenhanger van shame genoemd. Ja, nee, ja, ze is ze heeft een zoektocht naar liefde en seks. En ze probeert zichzelf eigenlijk een beetje te ontdekken door middel van contact met mannen. En daarin is ze... Ja, heeft ze veelvuldig seks met mannen eigenlijk. En niet altijd even leuk. Nou, dit is de openingsscène van de film. Waarin Hemel met een jongen in bed ligt, Joris. Dit is eigenlijk de introductiescène van Hemel. Waarin we maken voor het eerst kennis met haar. En ze is meteen ook al helemaal naakt en... Het eerste wat er gebeurd is, is dat er in haar mond gespuugd wordt. Nee, dat slaan we nu even over. Maar nu vallen we halverwege die eerste scène in. En ik wilde eigenlijk een scène met 2 mensen in bed die alleen maar praten. En waarin je vanaf het begin denkt van ze gaan heel vrij met elkaar om. Dus ze zullen wel een relatie hebben. Wat? Wil jij misschien dat ik jouw lekkere meisje word? Maar halverwege kom je erachter dat ze helemaal, dat ze vreselijk met elkaar omgaan en dat ze elkaar helemaal niet leuk vinden. En dat je denkt, wat doen die mensen bij elkaar in bed? Ga alsjeblieft weg, allebei. Je scheert je niet, hè? Hoezo? Je hebt haar op je kut. Ja? En? Van bosjes, man. Ik wilde dat het er een beetje leegte was. Echt een soort van mijn steekwoord voor de scène. Dat het een soort kale, nare scène zou worden. Maar dit is wel... Het is ook een hobbel, denk ik, voor sommige mensen die de film zullen zien. Oh, je bent eigenlijk een pedo. Je hebt een mond vol schaamhaar gehad. Hoezo, jij scheert je toch ook niet? We hebben dit heel vaak opgenomen, echt. In heel lange takes bijvoorbeeld. Zodat ze echt in die rol kwamen. En ik weet nog, in het begin van de film spuugde Wart met zijn eigen spuug in de mond van Hanna. Toen had ik het nog met Hanna over van, dit is een beetje raar. Maar zou je dan nep spuug willen? Want uiteindelijk zit er dan toch echt spuug bij. Dat hoefde niet. Dat kon wel gewoon. Maar vervolgens heeft Wart, denk ik, gewoon wel 15 keer in haar mond gespuugd. Ja, dat is eigenlijk best smerig. Maar, en het waren hele lange, lange takes. En ik weet nog dat Daniel, de cameraman, tegen mij op een gegeven moment zei van, ja... Kan je dit ze wel aandoen? Ze moeten zo intensief dat doen. Maar ik geloof dat ze dat, van Hanna weet ik, dat ze dat eigenlijk wel heel prettig vond. Dat je op een gegeven moment ook niet meer weet wat je precies aan het doen bent. En gewoon helemaal in die scène kan komen. En je bewustzijn een beetje verliest van de rest van de crew. Haar is niet hygiënisch. Wat nou hygiënisch? Mooi is niet hygiënisch. En lekker is ook niet hygiënisch. Seks is per definitie onhygiënisch. Dat is het hele ding. Ik ken een man die zoveel van zijn vrouw houdt dat hij zelfs een keer de poep heeft opgegeten. Godverdomme. Dat is liefde, hè, Joris? Wat hebben bloed en poep in godsnaam met liefde te maken? Joh, wat heeft een kale kut nou in godsnaam met liefde te maken? We hadden het over seks. Ja, je steekt toch ook je pik in mijn poep? Ja, ik was de weg kwijt. De film, denk ik, is ontzettend nu, deze generatie en vrouwen van nu.
Maar dat is niet mijn eerste... Dat is niet mijn drive. Vanuit daar wilde ik niet de film. Ben ik niet begonnen met deze film. Want wat is Vrouwen van Nu? Hoe zou jij die omschrijven dan? Nee, dat is ook wisselend. Maar ik bedoel, er zijn... Westerse vrouwen met heel veel mogelijkheden, heel veel keuzes, die niet weten wat ze willen, die niet studeren, wel hebben gestudeerd, maar weer gestopt zijn, zo weer opnieuw beginnen en ja, zoekende zijn en geen grenzen kennen. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Of liever gezegd, door het bos de bomen. Ik werk niet met thema's of niet met... En ik denk ook van als ik iets aan kaak wil stellen in de maatschappij... Dat een film echt een hele omslachtige manier is om dat te doen. Kost het namelijk echt best wel veel tijd en energie. En tegen de tijd dat het dan eindelijk gemaakt is... kan je afvragen of het überhaupt nog relevant is. Maar dus... Ik werk echt vanuit een karakter en Hemel is zo gegroeid, beetje bij beetje. En vanuit mooie scènes en een verhaal. En niet vanuit een probleem.